ben blij dat hij nu gaat. Scheelt een hoop tijd. Ja, dat scheelt heel wat tijd met omreizen en alles. Blije reizigers op het station in Apeldoorn als vanmiddag om 12:30 er na 4 dagen weer treinen rijden tussen Apeldoorn en Deventer. Een aanrijding tussen een trein en een auto zondagochtend zorgde dat het treinverkeer op dit traject helemaal stil kwam te liggen. En dat betekende omreizen of met de bus en dus sowieso extra reistijd. Nou, ik moet helemaal naar Enschede. Ik ben 2 uur en een kwartier onderweg geweest om naar huis te komen. Half uurtje extra. 3 kwartier. Een klas en een kwartiertje. Dat is echt wel elke dag? Iedere dag. Heel vervelend. Ja. En het duurde lang, hè? Ja, heel lang. Het was een hele taaie klus, vooral omdat de bovenleiding kapot was. We maken het helaas vaker mee dat bijvoorbeeld een overwegschade oploopt bij een aanrijding. Maar dat zoveel bovenleidingportalen met al die draden kapot waren, dat gebeurt niet zo vaak. De belofte dat de treinen vanaf 12 uur weer zouden rijden, kon ProRail niet waarmaken. Ze kunnen er ook niks aan doen, maar ja, het is wel vervelend. En als je dan ziet van ja, ze verwachten dat het dan woensdag is en dan wordt het weer uitgesteld. En nu ook, ik dacht ik kan de trein van 12 uur 18 pakken, omdat ik gisteren las op die website dat het 12 uur afgelopen was. Maar ja, dan kom je hier en dan staat er 12 uur 30 en dan moet je nou ja, 50 minuten wachten. Maar ja, is niet anders, het gebeurt wel eens. Rond 12:30 kon toch echt de eerste trein richting Deventer weer vertrekken.